De toekomst voorspellen is natuurlijk onmogelijk. Maar als we kijken naar de evoluties op de grote handelsmarkten voor energie, dan zien we dat de prijzen sinds eind december enigszins aan het dalen zijn. Toch liggen ze nog steeds 4 tot 5 keer hoger in vergelijking met normale tijden. Bovendien blijft het risico op prijsschommelingen de komende maanden zeer hoog. Zeker als een koude prik de vraag naar aardgas verder omhoog zou stuwen. De verwachting is dan ook dat de prijzen voorlopig nog relatief hoog zullen blijven en de komende maanden niet meteen substantieel zullen dalen. Bovendien is het niet uitgesloten dat de huidige lage gasvoorraden nog een lange tijd hun impact zullen hebben. Als we er bijvoorbeeld niet zouden in slagen om de gasvoorraden terug substantieel aan te vullen tijdens de zomermaanden. Dit zou op zijn beurt opnieuw voor hoge prijzen kunnen zorgen tijdens de volgende winterperiode.